Okay. Good afternoon, everyone, and welcome to this webinar called A Practical Session on Capture the Fracture, Get Mapped. My name is Jake Bellion, and I'm the CTFP Project Assistant at IOF. This webinar will be in English and in Dutch. We encourage you to ask questions during the webinar by either typing them in the chat or by unmuting yourselves. Questions can be asked in both languages. With that being said, I will now let Professor Kassim Javed introduce himself. Welcome, everyone. It's a great privilege to be invited to share with you practical approaches to getting mapped on the Capture the Fracture map. My name is Kassim Javed. I'm an associate professor of metabolic bone disease. So I'm an adult rheumatologist, and I've been leading an FLS now for many years. And I work both locally, so I know how to set one up. I've been through the pain of that, but also nationally and internationally with other great colleagues. Agnes? Hello, good afternoon. I'm Agnes Offenberg, and I work as a nurse specialist, a nurse practitioner, I must say, in Sands Medical Center, and since yesterday, an official mentor of the IOF, Capture the Fracture. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Peter van den Berg. Ik werk al enige tijd als verpleegkundig specialist op een fractuurpreventie osteoporose polykliniek in Trainer de Graaf Gasthuis Delft. Ik heb me in de tijd bemoeid met de opzet van VFNO. Ik heb wat eerder onderzoek gedaan naar Capture the Fracture, het onderwerp van vanmiddag. En ik kon vorig jaar promoveren op het onderwerp: hoe kijk je nou aan tegen een fractuur- en osteoporose-polykliniek en met name als verpleegkundig specialist? Ik kijk uit naar een leuke middag. Fantastic. So, Kassim, the floor is yours. Should we launch the polls first, Jake? We can. So we want to know who's in the audience. The first half of the presentation will be in English, but the rest, don't worry, will be in Dutch. And it's good to see some old friends like Naveen on the call. So it'll be good to see their feedback. So we're just going to ask you some questions just to understand who's in the audience. There might be a technical issue with the polls, actually. Okay. Well, you could do it in the chat. Maybe. You could do it in the chat. Yes. Great idea, Agnes. Do you want to introduce the poll then and the question in Dutch? The first question was again. Do you have an FLS? Do you have an FLS? Yes. Willen jullie in de chat laten weten of jullie op een osteoporose poly werken? Want misschien zijn er ook mensen die op een andere werkplek zich met osteoporose bezighouden. We zijn heel benieuwd naar waar jullie actief zijn. Brandlos. Oh ja, one in Oxford. Ah, daar is hij. Oh, nou, je kunt ook aanklikken als je dat wil. Nou, we zijn heel benieuwd hoeveel mensen er al op een osteoporose poly werken. Want misschien zijn er ook een aantal die nog een osteoporose poly willen opstarten. Oké, on to the poll, Jake. Do we have the results of the poll? One moment. Ja, papa, we zijn heel benieuwd. 64% yes. Excellent. So we have some old friends and new friends to build. Geweldig. So the next question is, if five is very confident and one is I don't know what you're talking about,
How confident are you about getting mapped on the capital fracture map? Oh, yes or no? Een rating kan be in de chat. So, als je een cijfer wil geven, kan dat ook in de chat. Dat is best leuk om te weten van waar je ongeveer zit. We willen natuurlijk dat je aan het einde van dit verhaal een puntje erbij gescoord hebt. Maar je mag ook gewoon ja of nee in de poll antwoorden. We have 86% yes. Hey. An easy job, brilliant. Thank you, Agnes. Thank you, Jake. So I'm just going to share my screen. Can you give me a thumbs up if you can see it, Jake? Yes, I can. Great. So I'll start off just by getting everyone at the same level about FLSs and also show you some of the resources we have on the Capital of Fracture website. And then we're going to make it as interesting as possible by discussing with Agnes and Peter their experiences before actually showing you how you can use the BPF to get better and walking through the brand new online framework questionnaire in Dutch. Do post questions. Jake, can everybody see questions that are posted or is it just you? Everyone can see if they direct it to everyone. Great. So do put questions in the chat as you come across and we can then get the most out of this. Because what we want to achieve, oops, it's just not advancing right. I'll briefly describe what the Capture the Fracture map is even more quickly because some of you know, but for the 16% who don't, we'll go through that. And then we'll start talking about the benefits of getting mapped and the resources that we have to help you. And I'll keep my eye on the chat as well as Agnes. So we're all familiar with this solution that we have to trying to reduce the number of people having devastating fractures. We need to identify them, investigate them, personalize the treatment recommendation, and then work with primary care to monitor patients for good adherence. And it's only once we do each of these steps that we can actually reduce fractures, reduce hospital and care home admissions, and really meet our expectations for the healthcare benefits. So if we just go back in time, how did this all happen? How did the mapping process happen? Well, it came with a discussion with a group of experts from around the world on what is an FLS? Can we create some international standards for an FLS? And then once we'd created those standards, which we call the best practice framework, can we collect the data in a submission form? And then can we assess them and then grade the FLSs around the world? So we have the best practice framework. It's available in English as well as other languages, not yet Dutch. And it really sets the first step in creating an FLS. And it does this by describing 13 criteria for what an FLS should be delivering. This goes from patient identification, evaluation, falls prevention assessment, treatment recommendation and long-term management. And each criteria is graded bronze, silver and gold. And once you complete this, as you'll hear later, it's adjudicated, it's peer reviewed by two of our clinicians who then allocate a rating. And we've done quite well. We have over 600 FLSs across 49 countries. And if you haven't already, do visit this website and click on Map of Best Practice because it shows the map of where all the services are. You can see their different colors and each color reflects a different standard. So the blue is a new FLS who just started. Bronze is a great achievement. It means you actually have enough patients to be graded. And then as you get better, you go from bronze to silver to gold.
So you can see the map of the world and you can see the map of the Netherlands. And our aim is that every hospital is covered by an FLS in the world. So we've made a good start. We definitely have a long way to go. So now I'm going to ask my co-chairs, Agnes and Peter, how important was getting a star on the map for you? Agnes. Well, it's been a little while since we had our star, silver star. It was important. It still is, especially with PR for the hospital. So the hospital thinks it's important. And for the patients to know where they can get quality care. And I remember that it was a lot of work to fill in the lists, but it was a good thing to have done it. Oh, that's very useful. Peter, did you find the same or did you have different experiences? About the same. Especially completing the questionnaire was rather difficult, but that was 2014. And nowadays, management information is quite better available. And I think filling in the questionnaire isn't that difficult anymore. So another thing was, if you have a star and if you have a star for your hospital, and in our case, that's only the silver one. My management was very pleased with the star, and it has a place in one of our halls in the hospital. And they keep on asking me when it's getting gold and if it's before my pension gold. So also an hospital is interested in a star ranking by Capture the Fracture. Very, very, very good. So we've had similar experiences. So what are the other benefits? So I think both Peter and Agnes have raised that one of the best things is recognition, both within the team, so within your FLS, but as Peter mentioned, within the hospital, but also within the region and country, and also internationally. So it's a really important recognition symptom, recognition result. But it goes beyond that. So the recognition, you can actually get a certificate. So you get a Capture the Fracture certificate and your permission to use the Capture the Fracture logo on local websites and materials to highlight your FLS. But there are other stakeholders who value getting mapped. So I'll go through these in turn. The first is policymakers. So it can inform the country's delivery of secondary fracture prevention. A policymaker can look at the map and see where are the areas of good coverage and visualize where the current policies have impacted FLS delivery. You can see where there are trauma centers that are not covered by an FLS and understand the number of centers that might need FLS support at the national level. And then use this geographic variation to understand some of the barriers and support services will need to get set up. And then compare yourselves with the map from Denmark, the map from France, the map from Germany. So you get an idea of your national position compared to others globally. As Agnes mentioned, another area is the patient. So it really is useful for patient societies to be able to look very easily and see where are their FLSs and where are the gaps in provision. And they, just like policymakers, can work to understand the burden and compare with other countries, but as well as increasing patient awareness, it can increase patient advocacy. Patients can then come engaged if they see a gap or if they see a silver star and want to make it gold to help that service get set up or become effective. But let's go back to the FLS. What's in it for the FLS to get mapped? Well, I've talked about the independent peer review. I've talked about getting started. So if you want to start an FLS, you can look at the map and see where are the silver, gold, and bronze stars and approach these centers for advice. But I think more importantly, it develops a network of FLS collaborators and you can help you to get more funding and to get more effective. So how does this support improvement?
Well, you've seen the wheel of FLS across the stages, but actually it's much more complicated because patients are complicated. They come in through the emergency room, they're admitted to hospital or seen in the clinic, they're then discharged, then they almost disappear into the community, to their own home, long-term care, then they go to rehabilitation. They see numerous specialties and numerous people in the community, none of whom really own the FLS pathway. So that's why we built FLS, to work across these specialties. And we all, when we wake up in the morning, want to be effective, efficient, and give a good patient experience from the beginning to the end of the patient pathway. But we all know that not every FLS is automatically effective. And that's a growing awareness that we're moving from enthusiasm-based FLSs to FLSs that use performance metrics to get the job done. So how would you know if your FLS was effective, and how will you get support to get better? Well, this is another often underused value of the best practice framework questionnaire. Don't forget, the questionnaire measures how an FLS is delivering across these 13 areas, across the standards bronze, silver, and gold. And you can simplify this. You can look at your questionnaire and then fill in a score sheet. You can look at your standards of care for all, finding patients, evaluating them, checking for secondary causes, as well as long-term management and database. And look how your service is performing across these sites of fractures. How well are you doing for hip fractures, patients who've seen the outpatients, and spine fractures? And you can see for this FLS, they're doing really well for inpatient care, but they have a gap for long-term monitoring, and they have a gap for spine fractures. And so they can use the questionnaire to look at their service and say, well, of all of these areas that our service is delivering on, our gaps are spine fractures and patient monitoring. And once they know this, they can then use this sort of very simple way of looking, what's the effort of closing the gap and what's the benefit? So ideally you want something that's easy that has high benefit. And when you look at the gaps for this service, spine fractures are lots of benefit, but it's hard work. Many more patients to see, many more patients to assess, have blood tests, DEXA scans, communications. If adherence is a big problem, as it is across the world, actually monitoring becomes much more favorable. You may have a bigger benefit and it's much easier. You've done all the hard work. You've identified, assessed, and recommended treatment. It's now a phone call or a short questionnaire to get them monitored. So how have they been able to go through the benefits of joining Capital Fracture? National global visibility, we can benchmark performance to make your service get started well and become more effective. How can we support you to get there? What resources will you have access to? Well, as you know, the Capture the Fracture program is within the International Osteoporosis Foundation, which is a large non-governmental organization geared to musculoskeletal health. And they have a number of priorities and key goals across a number of partners, from health professionals to the general public, patients, and policymakers. And they have committees for which some of you are members of, so they have the national and local societies, over 200, almost 200 scientific advisors who help drive their vision forward, and a set of corporate advisors. And one of the key parts of the IOF program is the Capture the Fracture program. And this is launched almost 10 years ago now with the mission of providing FLSs to prevent secondary fractures across the world. Cyrus Cooper is the president, Nick Harvey is the chair of this clinical committee of scientific advisors, and I'm lucky enough to co-chair this with Serge Ferrari, and you'll probably recognize a local legend, Willem Lems, who's part of our steering committee, a much younger picture of a much younger Willem there. And he has aged well. So what are our four aims for the Capture the Fracture? Well, let's focus down. It's the global voice. So if there's something about FLSs, we'll go through the Capture the Fracture steering committee. We drive national and international policy. But importantly for you, we ensure quality through the MAP,
and provide support for getting started, improving, and becoming sustained. And if you go to the website, there's a whole host of tools you can use. We have the best practice framework, which I've already described. We have freely downloadable slide kits and toolkits to get started. A number of really useful webinars in a number of languages covering every aspect of the FLS and the Global Patient Charter. You can find out more information about these resources by visiting the Capture the Fracture website and then clicking on the Resource Center. And here you've got an option of if you want to start an FLS, if you already have an FLS and want to get better, or if you're interested maybe from the patient or policy side for advocating for better FLS programs. And so, for example, if you want to start an FLS, there's a nice section of mentorship, benchmarking, training resources, some health economic data, patient resources, and we'll be developing tools to go with this. That was in 2019. Over the last 2 years, we've actually changed the Capture the Fracture program. We've introduced something called the Capture the Fracture Partnership. This is an IOF initiative supported by Amgen and UCB with the collaboration of University of Oxford. And we've selected a number of countries to prioritize for FLS development, including the Netherlands. This is a massive improvement in the support we can give you in setting up FLSs. The partnership is across 5 sections. We have a coalition where experts work to build a national coalition. We have lots of policy documents, which some of you may be interested in, to build the policy roadmap for FLS funding. And then we have the mentorship pathway, which builds a community to help support FLSs getting started and effective. Supporting this, we have a resource center and a number of digital tools. So let's now go into the mentorship pathway. This is very relevant for you because both Peter and Agnes are mentors, as are Hoop, Willem, and Natasha. And here we've developed a program where we collect mentors who can then support FLSs to get started, to become more effective, more efficient, and deliver improved patient experience. And the mentors have worked with me in interactive training webinars where they've made sure they're up to date and state-of-the-art knowledge around FLSs, state-of-the-art knowledge around quality improvement and how to get us FLS from the ground to getting started, and then key techniques around adult education and learning so they can communicate and work with you in a very constructive and efficient way. So I'm going to finish talking now, but I hope I've been able to show you what is the Capture the Fracture map, share with you some of the benefits of getting MAP from policymakers, the patients, as well as you as FLS practitioners, and given you a short guide on resources to help you get there. So I'm now going to hand over to Peter and Agnes to continue the rest of this webinar, probably in Dutch. But if you've got any questions, we've got a few coming in from Agnes in Dutch. So I don't know what she said. I think she was asking. Yes, I was just asking if there are any issues we can address at first. So if anyone has a question, please ask, because this is a webinar for you. And we all know in FLSs, we mainly work as an individual, and it's so helpful if we can share with each other. So I have a question for Peter. So Peter, how have you found the resources available in the Netherlands? Are there lots of resources for FLSs to get started? What support does someone who wants to start an FLS have at the moment in the Netherlands? I think at the moment the FLSs are supported by especially the Zorginstituut publication. As this gives quite a lot of improvements to be achieved. But
The main problem, I think, is at this moment for starting FLS is to get staffing. Staffing, especially nurses, are very limited available in the Netherlands. I think it's not only a national problem, but also an international problem. So that's one of the main problems next to budgets, especially budgets are very, I think, limited, and often management doesn't see the necessity of secondary fracture prevention. Yes, quite right. And it's using those policy documents and the ZNZorg document to really highlight to your decision makers that this is a necessity of basic care rather than an optional extra if you have spare resource. Mm-hmm. We've got a great question from Petra about your patient advocacy program. Shall I start and let you, and I don't know how to, whether you want to do this in Dutch, because my Dutch is zero. So, Petra, that's a really important question. And I think the mentors throughout the training, the first step in getting started and becoming effective is building the team. And we've all worked together to make sure at the center of that team is the patient. So we have at least two patients within the local team, whether it's to get an FLS title, becoming effective, and then use that as your beginning journey in developing your FLS. Do you want to add something, Agnes and Peter? I don't think at this moment I can add. Perhaps after my presentation. Great. I think it's better to move the discussion forward. Yes, I think with everything we develop, we try to have an open ear for the patients because they are the object of interest, so to say. Great. Well, off you go. We'll switch over to Dutch. I'll be watching and I'll be here for you if you need us. Thank you, everyone. Okay. I'm sharing the screen. Can you see it? Yes. Okay, dan ga ik verder in Nederlands. Dat voelt toch wel vertrouwd aan. Ik moet alleen even terug naar het begin van de presentatie, zie ik. Daar staat wat raar. Hier zijn we. Zoals al uitgebreid geïntroduceerd, gaan we het vanmiddag hebben over Capture the Fracture. En in deze presentatie als eerste wat redenen waarom we een FLS, een polykliniek voor fractuurpreventie, secundaire fractuurpreventie en osteoporose willen starten. Ik denk dat we daar geleidelijk aan met de redenen toewerken naar de mogelijkheden die Capture the Fracture biedt. En met name de nieuwe versie, zoals die er nu ligt, zullen we dan in tweede instantie nog introduceren en de vragenlijst doornemen. Waarbij natuurlijk op ieder moment er via de chat kan worden ingegrepen met het stellen van vragen. Ik begrijp dat Agnes dat zorgvuldig en secuur in de gaten gaat houden. Dus dat moet goed komen. We hebben geen disclosures of dingen die leiden tot belangenverstrengeling in dit geval. En ik neem u een klein beetje mee naar de redenen waarom we nou eigenlijk bezig zijn met fractuurpreventie. Tot een jaar of 2-3 geleden dachten wij dat er 120.000 fracturen per jaar waren bij de mensen ouder dan 50 jaar. Voor een belangrijk deel fragility fractures. Inmiddels is dat opgelopen tot 130.000 en de laatste schatting zit al op 140.000.
Dus het is niet zo dat het zo nu en dan maar eens voorkomt. Breken is iets wat eigenlijk zo standaard is geworden dat we ons er niet meer over verbazen. En ik denk dat daar een van de problemen zit. We vinden het breken zo gewoon geworden dat we ook niet meer de inschatting maken dat er door die fractuur best wel eens een probleem, een onderliggend probleem kan zijn. En een eenvoudige fractuur kan zich geleidelijk aan op een makkelijke manier gaan herhalen in een ernstige fractuur. Waar we dus met z'n allen naartoe moeten, en dat beeld is er bij een heel aantal mensen wel, maar helaas nog te weinig structureel, is toch het zoeken naar een goede preventiestructuur die gewoon standaard is ingebouwd in onze behandelstructuur van de eerste fractuur. Daarin moet de patiënt, denk ik, ook een assertievere rol kunnen krijgen. Die patiënt die moet op basis van een goede informatie keuzes kunnen maken. Maar er is zeker ook een rol voor de zorgverlener. En ik denk dan met name aan de zorgverlener rondom de primaire fractuur. Die een rol speelt in het informeren, maar zeker ook dus in dat stukje secundaire preventie, of in ieder geval het inleiden naar de secundaire preventie. Oké, nou, ik ga snel verder. De 50-plusser met de fractuur heeft last van twee problemen. In de eerste plaats een vergrote kans op een nieuwe fractuur, maar vooral ook een vergrote kans op een nieuwe fractuur in de eerste paar jaar na het doormaken van de initiële fractuur. Het subsequent fracture risk is niet bij iedereen bekend, maar het imminent fracture risk is al helemaal niet bij veel mensen bekend. En juist dat vraagt om een hele voortvarende aanpak van die fractuurpreventie. En daarbij speelt een belangrijke rol dat de meeste patiënten een kennislacune hebben. De meeste patiënten onderschatten daarom ook hun fractuurrisico. En opnieuw de zorgverlener, de betrokken zorgverlener, die mist dan toch in zijn standaard tools het geven van de standaard informatie over dat subsequente fractuurrisico, waardoor dat gewoon onvoldoende wordt uitgevoerd en opgepakt. Ik krijg dan dus een aantal gaps of care. De secondary fracture prevention, het bezoek, dus de attendance is heel laag. Het fractuurrisico in kaart brengen gebeurt niet. En vanzelfsprekend, als de eerste drie niet plaatsvinden, is er ook geen sprake van treatment en al zeker niet van follow-up. Ik heb van Kasim, de complexe clinical pathway, laten we zeggen, geleend. Dat is overigens ook de bedoeling. Alle materialen die op de Capture the Fracture site te vinden zijn, zijn bedoeld om te gebruiken en om te delen. Maar het laat wel gelijk zien, als je aan de begint bij de identificatie van patiënten, dan ligt daar al de eerste uitdaging. Wij doen dat veel met een brief, maar in ieder geval raakt daar een behoorlijk deel van zoek, op wat voor reden dan ook. Vervolgens moet die patiënt door het polysysteem geloodst worden. Er moet een behandeling worden ingesteld. En dan begint een behoorlijke gap, want hoe gaan we kijken dat die patiënt zijn behandeling blijft volgen en dat er op de juiste manier een follow-up wordt gegeven. Het hele systeem is zeker op het moment dat de patiënt vindt dat het zorg is die wellicht niet nodig is, best een complex in te richten geheel. En daar moeten we ons heel erg van bewust zijn, want de motivatie zit vaak niet intrinsiek bij de patiënt. En we moeten daar dus echt aan werken om die informatie dat werk te laten doen. Vervolgens is er een rapportage van het Zorginstituut. Het verbetert zinnige zorg voor mensen met osteoporose. Waaruit een aantal dingen blijkt. En lang niet de mooiste dingen. Veel ziekenhuizen hebben weliswaar een fractuurpreventiepolykliniek of osteoporosepolykliniek. Iets in de geest van, zoals het geschetst wordt als FLS. Het voorkomen van secundaire fracturen. Maar als we in kaart brengen, dan zien we dat slechts 30% van de patiënten die polykliniek bezoekt. Dat laat dus iets zien over de betrokkenheid van de patiënt, maar laat ook iets zien over
de acceptatie die wij als zorgverleners dus kennelijk aan de dag leggen en accepteren dat 30% wat ons betreft zo'n beetje de norm zou kunnen zijn. Zoals gezegd, snelle interventie is gewenst. Waarom die lage deelname, waardoor die lage deelname volledig verklaard kan worden, is niet helemaal duidelijk. Maar er spelen natuurlijk een aantal dingen mee, zoals de prioriteit die bij fractuurbehandelaar ligt, maar zeker ook de awareness en het beperkte risico-inzicht bij de patiënt. Het is alleen de vraag of je dat de patiënt kunt duiden. En wellicht valt er ook nog wel wat te verbeteren in onze uitnodigingsstrategie. Je ziet hier met name op de cartoon aan de rechteronderzijde de verslaglegging van de kwaliteits- of van de CBO. Nee, ik moet zeggen het Zorginstituut, die heeft in kaart gebracht op basis van de kwaliteitsindicator hoe het is verdeeld in Nederland. Dan zien we dus een enorme bandbreedte die verschilt van 5% tot 95% wat ziekenhuizen presteren. Weliswaar allemaal self-report, maar toch alleen al de enorme bandbreedte doet vermoeden dat er toch iets niet goed wordt gerapporteerd. Maar dat we gemiddeld op 30% uitkomen en op dit moment zelfs nog minder, is natuurlijk wel erg de moeite waard om daar de focus op te houden. Want hoe zou het komen, denk jij Peter, dat sommige ziekenhuizen op bijna 100% zitten? Nou, wat ik al zei, en ik zei het heel bescheiden, maar self-report speelt daarin een belangrijke rol. Je kunt natuurlijk ook, en ik kom daar dadelijk nog wel even op terug, je kunt natuurlijk ook zeggen, ik hoef niet alle fracturen te zien. Ik maak een selectie in type fracturen wat ik wil zien, op basis van een algemene risico-inschatting op secundaire fracturen. Ook dat kan een reden zijn, en dan is het denk ik legitiem om dan je cijfers aan te passen. Maar we weten met z'n allen natuurlijk wel dat schier 100% niet helemaal de werkelijkheid reflecteert. Zelfs niet in ziekenhuizen die het heel goed doen. Ja, nou, in de chat wordt ook nog gezegd, er wordt vooral per brief of folder uitgenodigd. Maar ook de chirurg geeft patiënt wel een afspraak of een digitaal informatiebord. Nou, dat is denk ik, en dat is uit ons onderzoek ook wel gebleken, op het moment dat je patiënten persoonlijk... Ik heb daar dadelijk nog een aardig artikeltje over, maar het moment dat je patiënten persoonlijk benadert en ze confronteert met een mogelijk bestaand risicoprofiel, dan maak je meer los dan wanneer je iemand een brief toestuurt met een wat algemene stelling dat iemand de 50 is gepasseerd en misschien door de fractuur wel een toegenomen risico kan hebben. Ja. Dus daarin kritisch kijken naar onze uitnodigingsstrategie is wellicht ook wel op zijn plaats. Dat zou best eens zo kunnen zijn. Ja, want als het persoonlijk is, dan red je misschien niet iedereen. Maar als het per brief is, dan krijg je misschien te weinig respons. Ik denk het wel. Ik vrees dat de brief, en dan gaan we ervan uit dat de brieven aankomen, dat patiënten niet op een andere plek verzorgd of verpleegd worden op dat moment. We gaan ervan uit dat de patiënt de brief ook begrijpt. Ook dat kan nog wel eens een probleem zijn. En als je dan vervolgens dat resultaat bij elkaar optelt, dan kan ik me voorstellen dat die 30% misschien nog wel een aardige opbrengst is van het versturen van brieven. Dan valt het misschien nog niet eens tegen. Mm-hmm. Maar ook dat is een verkeerde tevredenheid natuurlijk. Dit plaatje komt dadelijk uitgebreid terug, dus daar wil ik eigenlijk aan voorbij gaan op dit moment. Wat wel interessant is, is om nou eens te kijken hoe je nou de kwaliteit van de zorg kunt meten. We hebben natuurlijk net al gezien die 30%. 30% is een manier om te meten. De kwaliteitsindicator in Nederland is wel heel erg numeriek ingesteld. Dus je telt vooral de hoeveelheid patiënten die je zou moeten hebben gezien, gedeeld door de hoeveelheid DEXA's of polyconsult. Wij hebben het op een gegeven moment eens anders gedaan. We hebben een enquête gehouden die met name door verpleegkundigen, en opnieuw chapeau voor verpleegkundigen als het gaat om het invullen van enquêtes in deze richting. Dat gebeurt vrijwel altijd erg zorgvuldig. En ook in deze enquête reageerden een aantal polyklinieken goed voor zo'n 25.000 patiënten. En we hebben eens gekeken hoe zich die nu verhielden met de zorgstandaarden zoals die door
Capture the Fracture IOF werden gepropageerd. Het is al een studie uit 2015, maar ook toen zagen we dat minder dan 50% van die patiënten de polykliniek bezochten. En dan kijk je waarschijnlijk bij responderende ziekenhuizen altijd nog tegen een topje van de ijsberg. Je ziet altijd de beste die het snelst reageren. En opnieuw, de lage attendance moet onze maximale aandacht gaan hebben, want daar ligt de basis voor je polykliniek. Nou, hier zien we nog een keertje die kwaliteitsindicator. Aan de linkerkant, de linker cartoon, de verdeling van ziekenhuizen over Nederland. De benchmark is over het jaar 2020. En eigenlijk berust die tellernoemer volledig op de hoeveelheid patiënten met een recente fractuur, gedeeld door het aantal DEXA's. En dan komt daar een bepaald percentage uit. Als je dat nu eigenlijk eens bekijkt in het perspectief van hoe wij dat nou eigenlijk doen, dan zie je dus dat er een heel aantal fracturen wel worden gezien. Een aantal worden geëxcludeerd, al dan niet met opzet. Een aantal worden geëxcludeerd omdat er onvoldoende data over bestaat. Je ziet dat er op basis van spoedeisende hulpregistraties wordt opgeroepen. Dan mis je toch, naar onze meting, zo'n 14% in ieder geval van de groep patiënten die je eigenlijk zou moeten zien. En dat maakt natuurlijk alleen al je oproepstrategie volledig onbetrouwbaar. Dus digitalisering en je baseren op de juiste data maakt al een enorm verschil voor de hoeveelheid patiënten en met name ook de noodzakelijke patiënten die je kunt benaderen. Ik heb het voor mijn ziekenhuis even op een rijtje gezet, hoe wij er tegenaan kijken. Aan de rechterkant weer die benchmark. Ook wij zitten daar ergens in de buurt van die 35%. Je ziet dat in de eerste tabel. Dan scoor je volgens de kwaliteitsindicator 34,8%. Dat is de opbrengst zoals mijn ziekenhuis die rapporteert. Mijn ziekenhuis is heel netjes en die rapporteert dus echt alle fracturen, niet de fracturen die eligible zijn om te analyseren, maar alle fracturen. Als je dat vervolgens terugrekent en je haalt de fracturen eruit waarvan de trefkans op subsequente fracturen relativ laag is en je haalt er zo'n 35% af, dan wordt je scoringspercentage ineens 55%. Dus een beetje de manier waarop je rekent bepaalt ook wel wat je opbrengst is. Maar dan nog, 55% is natuurlijk niet datgene wat we nastreven voor een goed functionerende FLS. Dat mag duidelijk zijn. We hebben vervolgens eens gekeken naar welke patiënten dan wel en niet komen. Ik ga hier even kort doorheen. Als je nou kijkt welke patiënten er met name niet komen, dan zijn het mannen. Alleenwonende mannen en mensen met een laag opleidingsniveau. Waarschijnlijk zal het verbeteren van informatie daarin ook een belangrijke rol spelen, maar met name ook het verbeteren van het risico-inzicht. Dus opnieuw een oriëntatie op effectieve fractuurpreventiestrategieën is noodzakelijk. Vervolgens hebben we gekeken naar en wie komen er dan echt niet. Want over het algemeen weten we wel wie er wel komen en daar kunnen we ook aardig op analyseren. Maar de mensen die niet komen hebben wij eigenlijk helemaal niet zozeer in het vizier. We weten ook helemaal niet hoe die eruit zien. En dan blijkt het dat als je daar een enkel telefonisch contact aan waagt, dat je met name oudere vrouwen na een ernstige botbreuk, major fractures, goed kunt benaderen. En dus ook de mogelijkheden creëert om secundaire preventie toe te passen. Ook dan blijkt dat men eigenlijk niet op de hoogte is van risico op nieuwe fracturen. En de val in het algemeen wordt nog steeds geduid als de meest belangrijke reden om iets te breken. Niet zozeer iets wat met bot te maken heeft, maar iets wat met de val te maken heeft. En opnieuw dus de vraag, kunnen we met onze huidige oproepstrategie nog wel voor de dag komen? We hebben het een beetje anders geprobeerd. Met COVID moesten we toch eventjes een beetje pas op de plaats maken met onze
DEXA oproepen. Dat kon niet helemaal. Dus wij hebben maar eens geprobeerd om met een ultrasound tool in de gipskamer te kijken of dat nou nog wat opleverde. En dat is dus heel erg wonderbaarlijk. Maar op het moment dat je mensen dus op die manier al concentreert of confronteert met een soort pre-screening, dan blijkt dat wel zijn effect te hebben. Dan blijken mensen dat dus wel de moeite waard te vinden om dan ook die vervolgmeting op de DEXA te laten doen. En ondanks een bestaande wachttijd blijkt dit effect van nudging om op die manier mensen toch aan je te binden wel wat op te leveren. Dus op zich grappig, maar niet afdoende. Hier ziet u op de rechter cartoon aan de onderkant het capture, de fracture symbool, de erkenning met de zilveren ster in de gang van mijn ziekenhuis. Mijn directie is erg geïnteresseerd in dit soort uitingen van kwaliteit. Daar hangen er natuurlijk meer, ziet u. Maar ook in uw gang kan een capture the fracture symboliek in de vorm van een ster, in welke kleur dan ook, komen te hangen. Daarnaast denk ik dat capture the fracture je heel erg goed een beeld kan opleveren van hoe ziet fractuurpreventie er nou uit? Wat registreer ik? En niet alleen de kwantiteit, dus niet alleen de hoeveelheden, maar ook de kwaliteit. Het geeft je, zeker met de nieuw gepubliceerde prestatieindicatoren, publicatie van Kasim Javaid, hele mooie handvatten om echt kortcyclisch te verbeteren. Dus met een verbetercyclus ook echt per maand of per 2 maanden te kunnen verbeteren. En niet per 5, 6 jaar opnieuw kijken of je aan een nieuwe kleur ster kunt komen, maar echt je polykliniek te laten verbeteren. En dat is uiteindelijk waar het om gaat natuurlijk. Peter, kun je dat nutje nog ietsjes meer toelichten? Dan ga ik even terug. Ja, graag. Nutje is eigenlijk een internationaal geaccepteerde methodiek om mensen, laten we zeggen, hun eigen besluitvorming te laten plaatsvinden. Ze blijven autonoom in hun besluit. Alleen door een slimme interventie kun je mensen die besluitvorming, laten we zeggen, in je voordeel laten veranderen. Dus je geeft een ultrageluidsonderzoek. In dit geval doen wij een eenvoudige test op het scheenbeen. Daar komt een bepaalde score uit. We hebben dat al eens eerder berekend. Dus we hebben gebruik gemaakt van wat oude gegevens. En op het moment dat je dan dus inderdaad die patiënt confronteert met een matige uitslag op basis van het ultrageluidsonderzoek. En je zegt dan tegen die patiënt dat het toch wel verstandig zou zijn om daar wellicht wat onderzoek naar te laten doen. Dan accepteert die patiënt dat onmiddellijk. En is dat dus kennelijk voldoende om die patiënt te motiveren om het verdere onderzoek te laten doen. Ja, dus je hebt wat geaccepteerd. Hetzelfde zou je het kunnen doen door ze gewoon wat beter te informeren. En dus echt in combinatie met fractuurbehandeling ter plekke die informatie te laten geven. En dan live, niet met een foldertje of iets wat ze in handen gedrukt krijgen. Maar gewoon echt een goede informatie door de behandelend arts, verpleegkundig specialist, PA op dat moment. Ik zie daar wel voordelen in, alleen het vraagt dus weer om personele inzet. En de gipsen bandmeesters in dit ziekenhuis zijn erg bereid om bij te dragen. Maar dan nog pak je natuurlijk ook maar een klein deel. Er is een veel groter aanbod. Er wordt ook gezegd dat misschien de wisseling van de wacht, zal ik maar zeggen, bij de artsassistenten enzovoort op de spoedeisende hulp, dat dat ook een rol kan spelen. Hoe denk jij daarover? Ik denk dat spoedeisende hulp een cruciale plek kan zijn om secundaire fractuurpreventie in gang te zetten. Het is wel een rommelige plek. In die zin, de patiënt krijgt heel veel nieuwe informatie op zich af. En je zult de informatie die je daar hebt gegeven toch nog een keer opnieuw moeten controleren bij de patiënt of dat denk ik allemaal goed is aangekomen. Maar iedere keer dat er nieuwe artsassistenten in huis komen, krijgen ze onderwijs in de richting van FLS Care. En je zult dus continu aan de slag moeten blijven om de nieuwe informatie iedere keer opnieuw te delen met de nieuwe groep artsassistenten.
Ja, en soms is het ook echt een stresstoestand voor de patiënt zelf ook. Hè? Die heeft waarschijnlijk ook een enorme schrik meegemaakt en die komt in zo'n wereld van het ziekenhuis waar hij liever niet wil zijn. Dus dat kan misschien ook nog een rol spelen in het opnemen van de informatie. Ja, nou ja, daarom denk ik, je moet dat in ieder geval herhalen en nog eens controleren of die informatie daadwerkelijk is overgekomen. Ja. Er wordt nog gevraagd om een voorbeeld voor nudging. Ik kan misschien eentje geven. Als wij die brief sturen met uitleg naar de patiënt, dan geven wij daar meteen een afspraak in mee. Dus die patiënt hoeft niet dat initiatief te nemen om iets in te gaan plannen. Dat is eigenlijk ook een vorm van nudging. Het wordt als het ware op een presenteerblaadje gegeven. Dus de actie zit hem dan meer als ze niet willen om hem af te zeggen. En dan zie je dat helpt in het percentage wat opkomt dagen. Ja, en hoe zit je dan met je no-show? Want dat vind ik altijd wel een interessant gegeven. Ik ken ziekenhuizen die het inderdaad op die manier doen. Die hebben wel een relatief hoog percentage no-show. Hoe is jouw ervaring? Nou, dat was vroeger wel, maar dat is de laatste jaren anders geworden. En dat heeft volgens mij mee te maken met dat ziekenhuizen over het algemeen of allerlei mensen waar je een afspraak mee maakt voor een behandeling, eventueel een boete geven als je niet opkomt dagen. En dat is dan niet zo voor onze poli, maar patiënten gaan er wel van uit dat dat misschien zo is. Of zijn in ieder geval aware dat die afspraak anders beter aan een ander gegeven kan worden. Dus de laatste jaren valt dat reuze mee. Okay. Maar in de beginjaren was dat meer. Ja. Zal ik verder aan? Ja. Oké. Deze hadden we gehad. Nou, hier zie je opnieuw hoe je kunt meten of je FLS werkt. En daarover is een hele mooie publicatie. En met name de KPI's, de kritische prestatieindicatoren, zoals ze in Nederland worden genoemd. Die geef je heel erg goed de kans om per maand je doelen te stellen, per 2 maanden. En vervolgens per KPI eens te kijken van wat kan ik nu identificeren als datgene wat noodzakelijk is om bijgestuurd te worden. Kan ik daar met een hele duidelijke afspraak met mijn team of met de groep met wie je samenwerkt een harde afspraak in maken, een meetbare afspraak. En kun je dan vervolgens na 1-2 maanden eens kijken of je interventie daadwerkelijk verbeteringen heeft opgeleid. Dat is een beetje een variatie op het capture the fracture model op zichzelf. Want dat is meer de langere termijn. En dit kan dus echt gebruikt worden voor kortdurende en snelle interventies en het monitoren daarvan. Als ik het dan mag samenvatten, dan meten wij in 2014 al minder dan 50% opkomst. Dat is nu becijferd op 33%. Ik geloof zelfs dat de data inmiddels nog weer wat aan het afnemen zijn. Dat heeft met tal van factoren te maken. Een ervan is dat de FLS in Nederland gebaseerd is op enthousiasme, maar dat denk ik de structuur breder en wat meer algemeen hetzelfde moet worden. Nu zijn er verschillende specialismen die zich er mee bemoeien. En wellicht moeten we daarin kijken in hoeverre we daar zoveel mogelijk een gelijke noemer kunnen bereiken. Wellicht kan de nieuwe consensus daarin ook een belangrijke rol gaan spelen. Daarin komen met name de fractuurpreventieteams aan de orde. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling zou kunnen zijn. Wat er uiteindelijk op neerkomt is dat we de patiënten onvoldoende bereiken. En met name die patiënten die het echt nodig hebben met grote fracturen en een grote kans op opvolgend letsel. Die bereiken we onvoldoende. En daar zit met name mijn zorg. Niet zozeer in de minor fracturen, maar echt de major fracturen met een hoog opvolgend risico. En dat we accepteren dat onze polykliniek maximaal 60% aan effectiviteit scoort, is denk ik ook iets wat we onszelf nog eens moeten aanrekenen en ons moeten afvragen of dat wel de manier is zoals we erin kunnen staan. Ik denk dat we de fractuur herkenbaar moeten koppelen aan preventie. Zoals gezegd, de fractuurpreventieteams zijn naar mijn idee de basis onder een optimaal werkende secundaire fractuurpreventie. Inzetten op creatieve oproepstrategieën. En
Het maakt mij niet zoveel uit hoe het werkt, maar op het moment dat je als ziekenhuis iets weet te ontwikkelen wat nuttig is en waarbij je echt mensen goed aan je kunt binden, dan denk ik dat we een heel eind verder zijn. En een van de dingen die we heel erg goed kunnen gebruiken is denk ik de inzet met Capture the Fracture. Dus wat mij betreft, get mapped. Mooie oproep. Nog een vraag vanuit de patiëntenorganisatie. Is er vanuit hen nog een rol te bedenken of een aanbeveling waarmee zij hun bijdrage kunnen leveren om die secundaire fractuurpreventie te bevorderen? Ja, ik zou haar zeggen dat is vragen naar de bekende weg. Want we weten elkaar natuurlijk heel goed te vinden en aan te vullen. Dat bleek afgelopen week weer op de cursus van VFNO. Je ziet voortdurend dat input van de patiëntenvereniging noodzakelijk is. En in feite zijn ze nu en dan ook een beetje pain in the ass. Want je merkt dan gewoon, hoe goed je het ook doet, er zijn altijd weer dingen waarbij je moet constateren dat we ons er zo nu en dan ook bij neerleggen. En dan is het met name die patiëntenvereniging die heel fris weer de aandacht vraagt. Ja, ja, dus dat is de patiëntenvereniging naar ons toe. En kunnen zij ook iets naar, nou ja, zal maar zeggen, de burgers in Nederland betekenen? Nou, ik denk dat daar zeker wel ruimte is. Alleen, waar wij natuurlijk vooral naar kijken, is de fractuurpatiënt. En de fractuurpatiënt laat zich niet preventief benaderen. Dus daarin is denk ik met name de overheid degene die daarin een rol zou moeten spelen. Waar denk ik het aandachtsgebied van de patiëntenvereniging heel sterk is, is met name het betrekken van dokters die behandelingen geven die met name fracturen kunnen beïnvloeden, bepaalde medicatievormen. We kennen allemaal de longarts en de reumatologen met de prednison. Dat daarin ook met name de fractuur of de patiëntenvereniging een hele belangrijke rol kan spelen. Het meedoen in richtlijnontwikkelingen, zich daadwerkelijk inzetten voor zaken zoals het verbetersignalement via het Zorginstituut. Want niets, ik moet echt de patiëntvereniging daarin de credits geven dat zij op een gegeven moment het initiatief zodanig hebben weten te ontwikkelen dat het ook werd uitgevoerd en opgepakt door het Zorginstituut. En op dat soort niveau, en noem het dan het meso-niveau, denk ik inderdaad dat de rol van de patiëntenvereniging als voortdurende mediator tussen alle mogelijke processen en vertegenwoordigers van die processen heel nuttig is. Noodzakelijk is. Ja. Dank voor je antwoord. Ik denk dat we hiermee... Dit is een van de polvragen, maar die is al aan de orde geweest. Dus ik denk dat we daar niet opnieuw bij hoeven stil te staan. Jake, is it all right if we change the presentation now into the Capture the Fracture questionnaire? Yes, please go ahead and share your screen about the BPF online. Okay. Hoe moet ik nu verder? Oh, wacht, hier zit hij denk ik al. Ja, welke is het? I can see your screen, Peter. Can you see my screen? Yeah. Okay. The right one, because I see two now. I see the website. The website is the optimal site. Yes. Okay. Sometimes it's an advantage to have two screens, but sometimes it's even a little difficult. So you have trouble multitasking, Peter. Well, I have great help beside of me, but even then, and you know, men can't multitask.
Sorry. Ja. You see the map of the best practices. Kasim mentioned it already, and I'm going to the get your FLS mapped. If you want to start to have your FLS mapped, go to capturethefracture.org. But I'll continue in Dutch, otherwise it's getting too difficult. Je gaat naar vul de questionnaire in. En hieronder zit dan de button start the questionnaire. En nu komt het mooiste. Niet zozeer dat dit mijn polykliniek is die hier in beeld komt, want dat is niet zo belangrijk. Maar ik ga met u delen dat er inmiddels een Nederlandse versie is van de vraag. Dat scheelt een heleboel. Ja, dat maakt het een heel stuk gemakkelijker, omdat toch internationaal een aantal dingen niet goed overeenkomen of niet maximaal overeenkomen. Dus vandaar, er is lang aan gewerkt, maar inmiddels is de Nederlandse vertaling sinds vorige week beschikbaar. En als je dan in dit scherm terechtkomt, dan krijg je vervolgens hier aan de linkerkant een heel aantal buttons. En de oranje buttons, en dat zijn ze bijna allemaal, die zijn noodzakelijk om in te vullen, om op een gegeven moment je aanvraag te kunnen indienen. En ik zag zojuist, toen ik hier weer inging, dat ik in 2014 nummer net 200 was. En inmiddels was ik, toen ik me aanmeldde om opnieuw de invulling van de vragenlijst te doen, was ik nummer 900. Dus wat dat betreft, er zit een enorme groei in. Nog steeds melden zich veel osteoporose polyklinieken aan, all over the world. Geweldig. Je loopt gewoon door de vragenlijst heen. En met name de eerste vragen zijn eigenlijk niet moeilijk. Je vertelt een en ander over je ziekenhuis. Je vertelt over de polykliniek, zoals die vorm is gegeven. Type fracturen wel en wat je wel en niet ziet. En vervolgens ga je naar de volgende, waarbij je dan niet anders krijgt dan degene die de invulling heeft gedaan, het een en ander aan data. En wat interessant is, wellicht op de achtergrond, niet zozeer voor de invulling, is voor welk specialisme je werkt. Dus vanuit welk specialisme wordt de FLS georganiseerd. Nou, dan krijg je nog wat algemene vragen. Je krijgt een vraag over de FLS-coördinator of dat dezelfde is als degene die invult. Vervolgens de samenstelling van je FLS. Welke mensen werken en welke percentages. Vanaf welk moment werd de FLS gestart. Je krijgt dan de vraag over de identificatie van patiënten. Hoe ziet dat proces eruit? Welke patiënten heb je gezien? Het leeftijdsverloop. Je kunt eventueel dat zo specifiek maken als je wilt. Hey Peter, ja. Nog een vraag. Mag iedereen dit invullen? Of moet het speciaal door een arts van een ziekenhuis ingevuld worden? Nee, het mag door iedereen ingevuld worden. En die, de codering die geef je dus aan onder wie de hoofdbehandelaar is en wie het heeft ingevuld. Maar je bent dus helemaal vrij om dat in te vullen. Ik denk wel dat het zo is dat als er eenmaal een FLS is aangeleverd door een ziekenhuis en iemand anders wil daar wijzigingen in aanbrengen, dat je wel moet weten wat de codering is. Want je moet je in eerste instantie wel eventjes aanmelden en registreren bij Capture the Fracture op het moment dat je deze invulling wilt gaan doen. Ja, dus zeg maar een soort contactpersoon voor... Ja, er is één contactpersoon en op het moment dat je wil wijzigen, denk ik dat je even via hem of haar de wijzigingen moet aanbrengen. Ja. Omdat het natuurlijk een systeem is wat per ziekenhuis de reflectie geeft en niet per persoon. Nou, hier zie je dus ook wie de beoordeling van de patiënten doet op de FLS. Of er sprake is van een DEXA, hoe DEXA-verwijzingen tot stand komen. Wie uiteindelijk bepaalt hoe de behandeling eruit gaat zien. Al dat soort vragen.
zijn denk ik allemaal niet moeilijk om daar doorheen te lopen. En is niet anders dan vinkjes zetten op de juiste plek. Dan komen we bij het capture the fracture verhaal op zichzelf. En dat zijn eigenlijk de 13 best practices. Oftewel, zoals het hier is vertaald, met de 13 beste praktijken. Er zijn nog een aantal dingen in de Nederlandse vertaling die we wellicht iets kunnen verbeteren. Maar hij is zeer begrijpelijk en ik moet ook echt zeggen dat dit ook een enorme vereenvoudiging is om dit geheel in te vullen. Want het is echt heel erg herkenbaar. Waar je dus mee aan de slag moet, en dat blijft zo, dat is met het teller-noemer principe. Dat blijft zo ook in deze nieuwe versie. Je moet dus met behulp van de data van je patiëntmanagement systeem moet je uit kunnen komen en aangeven van zoveel patiënten zijn er geweest met een heupfractuur, waarvan ik er bijvoorbeeld 60% of 70% had willen zien op de FLS. Dat is het aantal waar je van uitgaat. Dat is het antwoord op H1. En vervolgens ga je dan zeggen van, en hoeveel heb ik er dan daadwerkelijk gezien? Zo loop je dus door al die vragen onder die identificatie van patiënten heen, om dan uiteindelijk alle type fracturen op hoofdlijnen te hebben in kaart gebracht. Peter, hoe correspondeert dit met de andere cijfers die ziekenhuizen ook moeten aanvullen? Hè? Want eigenlijk voorzinnige zorg wordt natuurlijk jaarlijks ook een en ander aangevuld. En er is vaak in een ziekenhuis al iemand betrokken. Maar dat kan helpend zijn, neem ik aan. Tegenwoordig is het zo dat er in bijna ieder ziekenhuis een afdeling data management is, waar je ook heel makkelijk op terug kunt vallen met specifieke vragen. Dus op het moment dat jij aangeeft, ik wil weten hoeveel heupfracturen er zijn geweest, en je hebt in je eigen database dus bijgehouden, want ik denk dat dat belangrijk is, registreer ook zelf wat je doet. Op het moment dat je daar kunt aangeven dat je 60% of 70% van die mensen hebt gezien, dan heb je hier dus alle mogelijkheid om op de juiste manier een vinkje te zetten. Maar ja, maak echt gebruik van je data management. Want die zijn echt cruciaal in deze opzet. En het kan goed zo zijn dat die cijfers al gegenereerd zijn en dat je die dus twee keer kunt gebruiken. Ja, die cijfers die zijn er beslist. En dan hangt het er dus wel sterk vanaf of, zoals mijn ziekenhuis bijvoorbeeld gebruik maakt van de complete data. Die gaan alleen uit van alle fracturen die behandeld zijn. En die gaan niet uit van de fracturen die gezien zouden moeten worden. Dus daarin ligt de keuze die je zelf maakt. Op het moment dat je ziekenhuis zegt van ik wil die kwaliteitsindicator invullen op mijn manier, dan ligt daar niet zoveel keus, want het is de verantwoordelijkheid mede van het ziekenhuis om met data naar buiten te komen. Ja. En dan heb ik hier nog een vraag. Betekent dat dat je ook mensen met comorbiditeit, zoals dementie of iets dergelijks, dat je die dan ook al daarvan aftrekt? Als je dat kunt motiveren, bijvoorbeeld, wij hebben op een gegeven moment de scheidslijn getrokken bij patiënten die chronisch geïnstitutionaliseerd zijn. Dus op het moment dat mensen echt chronisch verblijven in een zorginstelling, dan hebben wij hier bedacht dat het dan de verantwoordelijkheid is van de betreffende instellingsarts om al dan niet de keuze te maken voor fractuurpreventie. Ja, dus dat je daar heb je waarschijnlijk een soort couleur lokaal bij. Je maakt soms in je eigen regio met elkaar, met je team, bepaalde keuzes. We komen daar dadelijk nog op terug, want de richtlijn die kun je natuurlijk zodanig invullen dat je daar voor je eigen polykliniek een werkbaar geheel van maakt. Ondanks het feit dat je je baseert op een nationale richtlijn, zijn er toch wat regionale afspraken. Ik kan me ook voorstellen dat er regio's zijn waar met name de huisarts heel erg betrokken is bij FLS Care. En dat je als ziekenhuis dus eigenlijk alleen de huisarts moet informeren, zodanig dat FLS Care vorm gaat krijgen. Maar dat zijn de lokale afspraken waar je uiteindelijk niet omheen kunt. En voor ons was een van de scheidslijnen
mensen die chronisch geïnstitutionaliseerd zijn, die roepen wij niet meer op, omdat dat vaak ook een heel complexe situatie is. Ook na een heupfractuur komen ze niet meer terug op een polykliniek, waardoor gecombineerde afspraken lastig zijn. En we het op die manier dus ergens een streep hebben getrokken. Ja. Vervolgens gaan we naar standaard 2. De patiënt met de heupfractuur. Ook daarin is men natuurlijk erg benieuwd naar hoe dat vorm gaat krijgen en hoe je aan die gegevens bent gekomen. En ook daarin kun je je keuze gewoon maken door vinkjes te zetten. Naar mijn idee ook niet moeilijk. Vervolgens kom je op de timing van de postfractuurbeoordeling. We weten allemaal hoe sneller hoe beter. We weten allemaal ook dat er toch wel snel 8 weken overheen gaat voordat het proces voor iedereen is ingevuld. En voor een aantal, met name wat grotere fracturen, zelfs nog wel wat vaker, wat langer. Niets anders dan vinkjes zetten. En dan loop je volgens mij zonder al te veel problemen ook door dit scherm heen. En dan komen we op een lastiger. En ik denk dat we dit met z'n allen wel een van de lastigste vinden. Want hoe kom je nu achter de wervelfractuur? Met name de wervelfractuur met pijn is nog niet zo moeilijk om die te identificeren. Maar met name ook de wervelfractuur zonder pijn, de pre-existente wervelfractuur, die het natuurlijk veel lastiger maakt om daar uitspraken over percentages te doen. Ik denk dat we daar met z'n allen tegenaan lopen en dat dat ook voor iedereen een uitdaging zal zijn om dat netjes in te vullen op basis van zijn eigen verrichtingen op de polykliniek. Zoals gezegd, hoe werken we? Werken we op basis van richtlijnen? Werken we op basis van nationale richtlijnen? Ik denk dat in Nederland eigenlijk iedereen zijn complete zorgbeleid baseert op de nationale richtlijn, zoals die nu op dit moment onder revisie is. En daarbij denk ik, als je kijkt naar L2, dat er relatief weinig gebruik gemaakt gaat worden, ook in de toekomst, van andere, laten we zeggen, risico-inschatters. Maar iedereen is vrij om daarvan gebruik te maken, al zal er in de volgende richtlijn ook wel iets aan gewijd worden. Standaard 6, secundaire oorzaken van osteoporose, laboratoriumonderzoek, welke frequentie, wat en wie doet het. Ook dat is weer een denk ik, vrij makkelijk in te vullen deel van deze best practice framework. Dan 1, standaard 7, dienstverlening in het kader valpreventie. Ik denk dat in het algemeen de valpreventie op fracturen en osteoporose polyklinieken wat lastig uit de verf kan komen. Dat is nou niet het allerbelangrijkste deel wat we makkelijk in kaart brengen. Op het moment dat er een ernstig valrisico is, dan zijn er over het algemeen de valpreventiepolyklinieken wel in beeld. Maar op het moment dat dat wat minder evident is, vinden we dat wat moeilijker. Ook daarin worden in de nieuwe richtlijn wat noten gekraakt. Dus daarin zal ook de beantwoording van deze vraag wellicht wat meer nuance gaan vragen. Maar ik denk wel dat we daar in de toekomst, als fractuur- en osteoporose-polykliniek, fractuurpreventie, osteoporose-polykliniek, meer aandacht aan moeten gaan besteden. Omdat met name de val toch vaak een wat ondergeschoven kindje blijft. Ja, Peter? We hebben nog een minuut of 5 om hier aan te besteden als we nog een Q&A aan het einde willen doen. Ik ben er bijna doorheen, want ze worden nu een stuk makkelijker. Niet altijd makkelijker beantwoorden, maar wel eenvoudiger. Dit stukje, daar zijn we goed in. Gezondheid en leefstijl, calcium, vitamine D, alcoholgebruik, bewegingsarmoede. Dat gaat allemaal wel lukken. Het instellen van de medicatie, dat overzien we ook allemaal nog wel. Dat is over het algemeen ook vrij gemakkelijk te herhalen.
Dan krijgen we een ander die wat lastiger is. De medicatiebeoordeling op de wat langere termijn. In veel gevallen wordt er aan de huisarts gevraagd om een behandeling voor te zetten. Dan is het dus een beetje de vraag of de patiënt op dat moment niet wat uit het oog verliezen. Maar daarin schuilt natuurlijk wel een klein beetje een probleem. De communicatiestrategie naar de huisarts kan daarin natuurlijk enorm bijdragend zijn. Als we maar duidelijk zijn in onze verslaglegging en overdracht aan de huisarts, aan de eerste lijn, dan levert dat al een stuk minder hiaten op. Dan weten we in ieder geval van elkaar wat we verwachten. Waardoor de continuïteit in de zorg en de opnieuw beoordelen van nut en noodzaak, denk ik, wat helderder verwoord kunnen worden. Ook hierin lange termijn management. De vraag is wie dat doet en hoe je dat doet. Dat zal dus voor een deel ook heel erg lokaal ingevuld gaan worden. En ook de instelling zijn per ziekenhuis, hoe de afspraken daarin zijn met de regio. En standaard 13, het bijhouden van je database. Het is tegenwoordig met heel veel ziekenhuismanagement systemen heel makkelijk om die dingen die je invoert daarin ook op zoekwoorden uit te laten destilleren. Het mooiste is natuurlijk om een standalone database te gebruiken die gekoppeld is aan je management systeem. Maar daarin alle mogelijkheden zijn denkbaar en variëren denk ik ook een klein beetje afhankelijk van de lokale situatie en de lokale gewoontes. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Dank voor de uitleg. Zijn er nu meteen al vragen die opkomen? Wat is jullie gedachte als je de vragenlijst zo ziet? Zou je daar met vertrouwen morgen aan kunnen beginnen? Heb je idee dat je hem zo kan invullen? Of zou je ergens nog meer uitleg over willen hebben? Nou, als ik eventjes, als ik zo hier naar kijk, zie ik dat hij een stuk eenvoudiger is geworden vergeleken met een aantal jaren eerder. Dus ik denk dat hij bruikbaarder is. Het is even altijd de vraag van waar haal je inderdaad je cijfers goed vandaan? Want ondanks dat we dat natuurlijk wel bijhouden, merk ik ook wel van dat er ook wel missings zijn. En dat je ook een beetje moet zoeken naar echt de juiste getallen. Maar goed, dat heeft denk ik iedereen wel. Ja, maar er is zeker een mooie doorontwikkeling. Dus ja, ik ben er blij mee. Ja. Goed zo. Een andere? Ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Danielle. Wij hebben natuurlijk, denk ik, samen een beetje de eerste invuloefeningen gedaan. En toen bleek het best een hele exercitie te zijn om aan je data te komen. Dat is veel eenvoudiger geworden. En ook is de vragenlijst een stuk overzichtelijker geworden. Dus nee, je hebt helemaal gelijk daarin. En zijn er mensen die iets hebben gezien waarmee ze denken van hé, dat zou ik meteen door aandacht aan te besteden verbetering kunnen toepassen? Agnes, should I move on to the Q&A? Ja, great. Iemand zegt this is a final opportunity to ask the speakers any final questions before we close this session. Vraag wat je wil. You've explained it so well, the questions. En het mag ook nog gaan over de presentaties natuurlijk van Kasim of van Peter. Ik ga proberen Agnes in de arm te nemen. Wat zeg je, Paula? Ja, sorry, ik heb geen camera, Agnes, dat lukt niet. Maar ik ga proberen jou in de arm te nemen. Jouw mentorship. Gezellig, ja, kom maar bij je dan. Maar ja, dat is natuurlijk wel fijn dat het nu open staat.
Ik kom lekker naar Alkmaar toe. Ja, ik zie hier wel een hele leuke opmerking van Johan voorbij komen. Ja. Visitatie waarborgen. Ik denk dat dat voor de toekomst zeker van belang is. Je kunt nu natuurlijk mooie resultaten laten zien. Vervolgens moeten die ook geanalyseerd kunnen worden, nagekeken kunnen worden en op termijn ook geborgd kunnen worden. Dus inderdaad, het moet echt werken als een kwaliteitsinstrument waarbij je nul metingen kunt doen, maar vervolgens follow-ups die ook toetsbaar zijn. Zijn er nog andere vragen? Ik denk dat we heel erg duidelijk zijn geweest. Nou, en stel dat iemand nog een vraag bedenkt. Wat zou die dan weten? Kunnen ons nog contacten? It remains silent. There are no more questions. I have a question. Okay. How many FLSs do you think are out there in botnet? And how many new FLSs do you think we can set up in the Netherlands in the next 5 years? I think the aim, especially the aim of Willem, was 25 FLSs in the next few years. And I think that must be possible. There are in the Netherlands, as far as I know, about 77 hospitals who declare fracture treatments. Okay. And I think we have 11 now on the map in the Netherlands. That is correct. So that mustn't be any problem to get up to 25. So we just need the delegates to step up, get in touch with you both and Willem, Hoop and Tasha, and get on the map. That'd be fantastic. I think I don't see a problem if everyone who has to give the data to the kwaliteitsindicator, uses them again for capture the fracture project. I think it won't be any problem to get 25 FLSs registered within several years. Not, exactly. Not a problem. So that will work, I'm sure. As they say in tango, it's time to dance. Okay. And well done, both of you. That was brilliant. Okay. Well, thank you, Kasim. No, I'm working with you guys makes my life so much easier. No, it was nice to do. I think we had a good cooperation. Last night we made a good start with this program, and I think we finalized it in quite a good way. So. Thank you, Jake. Thank you, Jake, for your help. Thank you. It was my pleasure. Okay. Yeah. So there are no more questions. Now, and weet ons te vinden. Huh? For everybody, you know where to find them. If you have any questions or you want to help with the class. Okay. Thank you very much. I just want to say, bye-bye. On behalf of IOWEB, I would like to thank you for your participation in this webinar. And I would also like to thank our speakers for the excellent presentations. If you have any additional questions, do not hesitate to contact us at capturethefracture.org. We will be happy to help. With that said, I wish you all a very pleasant evening. Goodbye. Thank you. Bye, Jake. Bye, thank you.